Ze vallen als verdiende winnaar? Ja, als je met 2-0 wint, dan uh, mag je niet zeggen dat het onverdiend is. Ook qua veldspel? Ja, het was een, in, mijn, in mijn beleving was het een slechte wedstrijd. Daar zat veel strijd in, er zaten weinig uitgespeelde kansen in. Ja, uh, het was een wedstrijd die we na 20 minuten al waarvan we zeiden. Wie de eerste goal maakt, die pakt een heel eind de drie punten vandaag. Is dat niet ook zeg maar, deze competitie waarin de ploegen vrij aan elkaar gewaagd zijn? Tot op heden heb ik dat ook meegemaakt. Uh, ik ken niet de, de ploegen uit het Westen op dit moment. Maar ik denk wel dat dat een heel eind de realiteit is. Die, uh, die, die deze competitie kenmerkt. Eén overwinningen, vier gelijke spelen. Dus dat betekent: dit is de eerste nederlaag. Ja, maar dat was uh, niet te voorzien. Maar op het moment dat je natuurlijk uh, vijf jaar strijden gespeeld hebt. nog ongeslagen bent, dan wordt de kans steeds groter. Dat je toch een keer tegen een nederlaag oploopt. En dat gebeurt vandaag. Uh, het zij zo, we zijn van, van die nul af. En vandaar moeten we verder. Als ik naar Altena kijk, technisch varig ploeg, maar weinig kansen gecreëerd vandaag. Ja, maar misschien ligt daar wel het probleem. We, we zitten nog steeds in een situatie waarin we niet precies weten uh, wat, wat onze sterkte is. Eén. Komt dat door de uh, mutaties dit jaar? Ja, we hebben volgens mij uh, nog vier, vijf spelers van het vorig jaar, waarvan de drie uh, vandaag starten, plus de keeper is vier. Uh, dus zeven anderen. En de anderen die op de bank zitten. Dus dat is een, een groot aantal. Uh, het, het groeit, maar uh, zoeken naar de juiste balans, om het zomaar met een mooi woord uit te drukken, daar zijn we nog steeds mee bezig. Niet dat de resultaten een hoop verbloemden. Teamgeest is groot. Maar de juiste speelwijze en iedereen op zijn eigen kracht uh, goed weten te benutten, daar zijn we het nog niet, uh, niet over eens. Het is dus belangrijk dat je in het begin van het seizoen punten pakt, zodat je niet achter feiten aan op het moment dat het wel gaat lopen. Tot op heden is dat aardig goed gelukt dus. Ja, dat klopt. Maar daarom de competitie is dit jaar wat langer dan voorgaande jaren met 30 wedstrijden. Dus we hebben er nog 24 te gaan. We hebben 18 uh, spelers plus, plus drie keepers. Dus we raken niet te snel in paniek. Dit is een wake-up call, zoals we dat uh, mooi kunnen noemen. We staan weer met beide voeten op de grond. En uh, we hebben tot op heden het merendeel van uh, de, de, de wedstrijden in dezelfde basis kunnen spelen. Eén of twee mutaties. Uh, misschien moeten we wat doen ook een keer voor uh, wat, wat andere uh, dingen.